Ik wil uit dit bos. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige en echte Zeep. In de vorige aflevering hebben we de baas overgehaald om ons met rust te laten en ons gewoon te laten gaan om de prinses te redden. En hebben we dus Roestbak, Leroy en Tauler bij ons om te assisteren en natuurlijk hun echte krachten te laten zien. We hebben nieuwe vijanden of nieuwe tactieken geleerd. En we hebben een beetje lopen levelen. Dus, random encounter knip. Yay! Random encounters kunnen zo vervelend zijn. Creepy. Volgens mij is dat de baas die we dadelijk moeten gaan verslaan en ik ben bang. Oh, Leroy die heeft Birdkiller geleerd. Met een keer tijd. Nou ja, zo heeft het wel zijn voordelen om nog steeds een beetje een paar vijandjes tegen te komen. Maar zoals ik al zei, we zijn nu onderweg naar de baas, dus no more Mr. Nice Guy muziek veranderd. Boss battle muziek. Daar is ze. Bedoel je die plant? Is dat een zijplant? Hoe weet je dat, Tauler? Ik praat over Garnet. Oh, sorry. Dus, maar dit is dus die meesterplant. Prinses! Jij houdt je hier buiten. Mafkees. Ik bedoel, Alexandria zal echt niet tevreden zijn als een bandiet de prinses heeft gered. Dus jij denkt dat je hem alleen aan kan, Leroy. Laten we hem pakken, Tauler. Nou, oké, maar een roesbak hebben we ook nodig. Hey, noem je hem ook roesbak? Ja, leuk. Oké. Sorry. Improvisatie is ook een fout. Feit. Maakt niet uit. Deze baas is behoorlijk sterk. Wat we willen doen is, we willen al zijn items proberen te jatten zo snel mogelijk als dat mogelijk is. Natuurlijk, het is een plant, dus is hij zwak voor vuur. Dus wat we willen doen is, we willen... Oh boy, hij gaat pollen doen. Ten eerste, weet je wat, begin jij met stelen. Dan moeten we... Oké, we hebben de Iron Helm hebben we al. Oké, Zeepie die moet eventjes... En Leroy die moet eventjes daar vanaf. Anders kunnen we niet aanvallen. Dus aanvallen is heel erg belangrijk. Maar stelen is dus ook heel erg belangrijk. En we hebben de Iron Helm hebben we al. Wat al een goed iets is. Dus left tentacle. Oeh, dat doet pijn. Oké, nou jij doet je zwaard dinges. Oké, we krijgen gratis eyedrops. Jij doet nog een keer je vuuraanval. 259 schade. Dat is eigenlijk best wel goed. Oké, jij steelt hem nog een keer. En Leroy... Ik weet het, je mag me niet, maar jij gooit een potion op me, want anders overleef ik het niet. Dat is ook de bedoeling. Dan zijn we toch weer vriend. Oh, Thunder. Of wie? Of wie gaan we Thunder doen? Oeh, op iedereen! Ouchies! Oké, dit... Ik ben net op tijd. Hey Blank, hoe gaat het ermee? Aan de kant. Ik reken dit even af met de beest. Oké, eerst een potion op mezelf. Potion... Ja, Leroy die heeft niet echt een potion nodig. Tauler wel. Jij kan ook stelen, dat is alleen maar goed. Jij doet gelijk even een vuuraanval. We zijn weer gehield. Oh, die muziek jongens, die maakt het... Oké, hij heeft niks meer. Oké, dan gaan we allemaal volledig in de aanval. Maar wel weer die thunderaanval, daar ben ik niet blij mee. Oeh, Leroy, wat heb jij veel schade. Ja, weet je wat, jullie zoeken het maar uit. Ik geef mezelf een potion, denkt hij bij zijn eigen. Oké, zijn we al klaar? Geef niet op, hè. Geeft hij op? Nee, Leroy die krijgt nog eventjes de tijd om een potion aan zichzelf te geven. Ja, ik denk dat één vuuraanval ook nog wel totdat genoeg is. Tauler aan jou de eer. Nou, weer die Thunder. Ik hou niet van zijn Thunder. Thunder doet pijn. Oeh, iedereen. Ah, daar valt wel mee. Vuurzwaardaanval. Ja, ik denk dat deze al genoeg is. Ik denk dat de Tauler hem afmaakt. Juist! De Tauler, we kunnen altijd op je rekenen. Daar ben ik zo blij mee. Morgen gaat hij me zoveel pijn doen. Ik weet het niet. Oké, de Tauler heeft Thunder geleerd. Dat is alleen maar goed, dat is gunstig. We hebben een gratis Phoenix Down erbij gekregen. Heel erg veel AP. Dus ja, dat zijn die ability points waar ik het al eerder over had. Dus we zitten goed. Prinses, alsjeblieft, voor wakker.
Zeepie, geef haar het spul. Oh ja, die zaadremover. Donk, donk, donk. Sound effects. Prinses, alsjeblieft, probeer alles op te drinken. Gaat zij in orde komen, denk je? Oh man, wat nu? Oh nee, we zijn omsingeld. Nou, weet je wat, laten we gewoon niet wegwezen. Nu! Rustig aan, joh. Deze kant op. Ze staan toch stil. Precies op te wachten. Nou, ik vond het interessant hoe dat ze stil stonden. Denktouwelig, dagtouwelig, weet ik veel. Oké, nou komen we dus op een punt dat we moeten rennen, want anders worden we dus zeg maar geblokt door die beesten. Niet echt handig om mee te farmen, want ze zijn heel makkelijk te verslaan. Want je moet sowieso, voordat je dus zeg maar dit pad afloopt, kun je dus zeg maar grinden. Alweer. Maar ze geven niet echt veel experience, dus echt veel nut heeft het niet. En ability points geven ze ook niet echt veel. Maar je kunt ze praktisch one-shotten. Zolang dat je zeg maar de touwler bij je in het team hebt, of Vivi, of hoe dat je hem ook hebt genoemd. Bij ons is het de touwler, dus vandaar. Het enige wat je hoeft te doen, is te wachten totdat hij aan de beurt is en één keer een vuuraanval te doen. Dus, wij wachten heel eventjes. Ja, hun thunder is eigenlijk niet echt heel erg effectief, dus daarom hoeven we er ons geen zorgen over te maken. Oké, Black Magic, Fire, iedereen. Touwler, podium is voor jou. Touwler, nu in dit moment. Touwler, we wachten op je vuuraanval, Touwler. Hé, hij springt naar voren toe. Weet ik je tijd, man. Maar zoals je ze ziet, iedereen, one hit, that's it. Geen probleem. Nee, zoals je ziet, experience en ability points. Nou, ability points is wel handig dat je dat best wel snel gaat. Maar het waren er 4 en je krijgt er maar 22 experience voor. Dat is eigenlijk best weinig. Maar, voor die ability points, denk ik dat ik deze ook nog even snel doe. Oké, nou, dat is ook gedaan. Nou, volgens mij komen ze nou niet meer achter ons aan. Tenminste, waar ben je mee bezig? Er is iets mis. Wat? Het hele bos komt achter ons aan. Blank. Zorg ik even voor iedereen. Wat doet hij daarmee? Oh, HD cutscene. Rennen voor je leven. Lijkt me Mario Kart te race. Rennen. Wow, dat zijn een heleboel doodles. Daar wil ik niet echt mee vechten. Oeh, stenen allemaal. Wow, zelfs hij met de roestige armor is touwler. Het is geen Mario Kart. Oh, snuggies. Blank, wat doe je? Blank. Oh, nee. Oh, de kaart. Oké. Oh boy. Door een straat. Oh, snijgies. Ik heb liever blue shells dan red shells, maar dit wordt me te veel. Links, rechts, onder. Spring er overheen. Ik ben in orde. Dank jullie wel voor het keren. Alles is gewoon versteend. Arme Blank. Oh man. Binnen. Tori, die idioot. En Tyler staat rechts erbij van, ja. Lekker belangrijk. Doei. Blank. Oh man. Waarom moest hij zo dom zijn? Ik hoop dat zij snel beter wordt. Ik heb het over Blank. Dit is allemaal zijn schuld. Heb je niks te zeggen, jij vuilak? Oh. Prinses. Leroy G? Hoe heb ik het overleefd? Heb jij mij hier naartoe gebracht? Het is mijn gezworen taak om jou te beschermen. Op elk moment. Waar heb jij het over? Serieus. Het was de Taulusse magie en mijn zwaardje dat jou hier heeft gekregen, prinses. Ik ben jullie beiden dankbaar. Die aap verdient geen compliment. Serieus, dit was nooit gebeurd als jij en je groep nooit de prinses hadden ontvoerd.
En hoe durf je te claimen dat jij haar hebt gered? Serieus, wanneer dat wij terugkomen in Alexandria, ik zal Leroy G. Ik ben de kasteel weggegaan met mijn eigen vrije wil. Wat een toeval, hè? Wij willen haar ontvoeren en zij wil ontvoerd worden. Onmogelijk. Objection. Het is wel waar. Dus, wat zeg je, Roesbak? Vrienden, kom op. Laten we deze kamp even lekker zo samengevoeren. En lekker genieten van, de rit die we maken. Zolang dat het duurt. Ik bedoel, waarom niet? Kamperen, je sukkel! Serieus, zelfs jij weet wel iets over de mist. De gevaarlijke monsters die eruit komen. De vervelende dingen die je over je lichaam voelt. In je gedachten en in je lichaam. Verschrikkelijk. Prinses, we moeten hier weg. Nu op dit moment. Het is gevaarlijk hier. Het is niet leuk om hier te blijven. Ah, serieus. Je maakt een grapje zeker. Ze is nog niet eens volledig hersteld. Huimond! Wie vroeg om jouw mening? Objection! Oké. Geef me dit antwoord. Hoe dacht jij dan om hier naar buiten te komen? We staan hier in een vallei omringd door hoge bergen. En het laatste wat ik heb gehoord, het Nordic Gate en de South Gate zijn totaal afgesloten. Ja, dat dacht ik ook. Serieus, de prinses kan nog niet eens lopen en jij wil al gelijk verder brengen. Serieus. Je weet waar dat ze doorheen is gegaan. Je moet het weten. Verdorie. Ik denk dat we hier nou gewoon even moeten rusten, ja? Ik zal nooit naar jou luisteren, Leroy G. Wat is jouw taak? Ja, wat denk je? Om de prinses Scarnet van Alexandria te beschermen natuurlijk. Oh, wacht. Ja, je hebt gelijk. Oké. Totdat de prinses herstelt, zal ik deze plek bewaken met mijn leven. Ja, klinkt goed. Doe dat maar. Hou jezelf bezig. Leef je uit. Wilco, ik bedoel Towler. Blooper. Laten we hier even rusten. Wat een ontspannen. Heerlijk, die cutscenes zo geven. Een beetje met emotie erbij. Ik vind het leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ja, dat hebben we al vaak zat gezegd. Hoe voel je je? Goed. Dankzij dat medicijn dat je me hebt gegeven. Is dit, Ja, ik was ook eigenlijk verrast. Nadat we de grote plant hadden verslagen, is het bos volledig versteend. Towler heeft me verteld dat we konden ontsnappen dankzij jouw vriend. Zijn naam is Blank. Plank. We moeten hem helpen. We kunnen op dit moment helemaal niks voor hem doen. Maar ik kan niet. We komen terug voor hem, beloofd. Maar ik weet zeker... Ja, we moeten eerst een manier vinden om eigenlijk hem te kunnen... Ik weet zeker dat er een manier is, maar nu moeten we eens vinden nog. Dus laten we maar verder gaan. Ik bedoel... Dankzij de kaart die Blank ons heeft gegeven, moet er een grot zijn aan het zuiden van ons. Dus misschien kunnen we daar naartoe en dan komen we boven de mist heen als we door die grot heen gaan. Wie weet. Ben je wel in orde trouwens? Alles komt goed. Vertrouw mij maar. Ik ben de nummer 1 zeep. Hé, er komt iemand aan. Ach, het is zo moegel weer. Wacht nou even, Koepo. Ik ben wel onder de indruk, Koepo. De eerste keer dat ik iemand heb zien ontsnappen uit de Evil Forest. Jullie zullen allemaal wel heel erg sterk zijn. Maar denk niet dat je sterk genoeg bent. Vele sterkere monsters liggen naar voren. En ligt het nou aan mij of ligt Leroy daar nou gewoon te slapen? Voordat je verder gaat, wil ik je nog een paar dingen leren. Dat is niet nodig. Ik heb alles al uitgelegd. Zo slim ben ik al. Oh, die ATE is hier weer verplicht. Wat ga je me vandaag leren? Een heleboel leuke dingetjes. Je gaat dit leuk vinden. Nou, dit is de help menu, battles, abilities. Alles wat ik eigenlijk al heb uitgelegd, dat wordt hier ook nog uitgelegd. Dus niks hebben we er. We hoeven daar niks uit te leren eigenlijk. Dus dat is het voordeel. Want ik heb alles al uitgelegd. Ik heb een cadeautje. Sorry, dat is Garnet stem. Ik heb een cadeautje voor jullie, Koepo. Neem deze fluit. Moogles fluit, wat leuk. Met deze fluit kun je ons roepen wanneer je maar wil, overal in de wereld, Koepo. Je drukt op vierkantje om te spelen. Wat is een vierkantje? Veel plezier, Koepo. Ja, bedankt. Koepo. Word nou eens wakker. Doei. Koepo. Wat? Objection? Wat? Wie gaat erheen? Wat gebeurt er? Je vrienden zijn al weg, Koepo. Prinses, wacht.
Action! En dan komen we nu uiteindelijk op de wereldmap. Hè? Nou, ik vind, we zijn behoorlijk snel doorheen gegaan. Ik bedoel, aflevering 5 en dan al hier te zijn. Enter buildings, ride a vehicle, call Moogle. Ja, dit is dus zeg maar de wereldmap. De Mistcontinent. Dit is een van de continenten waar dat we nu op zitten. Ja, er is nog meer. Dat kleine stipje in het midden op de map, dat zijn wij. De gele balk die laat zien welke richting dat we op kijken. Dus, dat is praktisch hoe dit werkt. Nou, dat daar voor ons is de Ice Cavern. Maar er is iets waar we nou nog even kunnen exploren. In de worldmap komen we ook altijd random encounters tegen, zoals we op dit moment tegenkomen. Met zijn nieuwe vijanden, dus laat ik het eventjes gelijk zien. Plus Garnet zit nou in ons team. En zorgt er eigenlijk dus voor dat we op dit moment bijna geen potions meer nodig hebben. Oké, we hebben een paar slangen. Oké, nou Black Magic, doe maar Fire, die werkt eigenlijk heel erg goed. Jij valt aan. En ik denk dat het daar nou klaar is. Cure, is dat nodig? Weet niet. Garnet heeft maar 70 HP. En waarom staat hij eigenlijk vooraan? Dat is niet slim. En trouwens, hij heeft helemaal nog niet eens equipment gehad. Dat is ook niet handig. Oké, nou we hebben weer een ability point. Oh, en ze is ook nog eens een keer level 1. Nu level 2, maar maakt niet uit. Oké, nou dan ga ik al even snel kijken naar de equipment. Helaas kan Taulen nog niks nieuws hebben. Ik denk niet dat Leroy iets nieuws kan. Ik heb zelf ook nog niet echt iets nieuws. Ten eerste wil ik dat jij plaats wisselt met... Ja, trouwens. Ja, laten we het zo houden. Is goed zo. Oké, nou even kijken. Wat heb je allemaal? Oké, je kunt een heleboel dingen leren. Extra defense. Hartstikke handig. Extra evasion. Hartstikke handig. Cure leer je het ook hier al mee. Dus, en omdat Cure 2 keer geëquipt is, leer je het 2 keer zo snel. Je hebt Thunder geleerd. Je hebt eigenlijk alles al geleerd. Maar ik kan jou niks nieuws geven. Daar baal ik van. Ja, leather shirt dan heel iets minder. Kun jij al iets leren? Ja, dat weet ik. Dat is sterker aanval. Rubber helm is goed. Oeh, jij kan level up. Oh, die is goed. Wacht even, bright eyes. Jij moet deze echt equippen, jongen. Level up zorgt ervoor dat hij sneller kan levelen. En bright eyes zorgt ervoor dat hij niet meer darkness kan hebben. Maar ja, het nadeel is, daarvoor moeten we echt die bugkiller eerst leren. Ken je daar iets nog? Nee, antibody. Nou, die heb je bijna geleerd. Nou, je hebt nog maar 15 AP nodig en dan kunnen we dus zeg maar die swappen. Dus, oké, even kijken, hebben we alles gedaan? Ja. Het is heel belangrijk om de equipment toch wel eventjes goed bij te houden. Nou, wat is eigenlijk het grappige is, op het moment dat je in de open world door de bossen heen loopt, zal je battle arena ook gelijk veranderen in een bosomgeving. Zoals we dus nu net zagen bij die slangen, zien we dus zeg maar een open veld, een plain field. Net zoals hier weer. En, nou hebben we die goblins die wel eigenlijk tegen zijn gekomen. Maar zo werkt het dus eigenlijk een beetje in de open wereld. Dus, oké, ik val jou aan. Deze die duurt niet zo heel erg lang, dus vandaar dat ik zeg van kom, we knippen dit er even niet uit. Dus mochten we nou random encounters tegenkomen, het is een vijand die we nog niet hebben gezien, dan knip ik hem maar automatisch uit. Zoals jullie weten. Er is weer één ability point. Ja, ik weet niet, ik zou kunnen gaan farmen totdat Leroy zijn nieuwe aanval of zijn nieuwe helm kan equippen. Maar ik denk dat ik dat het beste offscreen gaan doen between afleveringen. Aangezien dat, ja, morgen, ik heb helaas geen GTA-aflevering. Tandarts gezeuren gehad. Hey, nieuwe vijanden, dus ik mag gewoon doorpraten. Oké. Ik wist niet of het nieuwe vijanden waren of niet. Dus dit zijn muus. Niet echt een bedreiging voor. Dus ik bedoel serieus een achtschade. Maar wat ik dus zei, ik heb dus geen nieuwe aflevering klaar van GTA, omdat ik heb tandarts gehad. Ik moest een behoorlijke behandeling nemen en dat was nogal vervelend. Dus ik kon bijna niet praten. Vandaar dat ik dus zeg maar, dit is opgenomen op een donderdag. Maar het was te kort dag om alles nog een keer te kunnen bewerken. Vandaar dat deze aflevering, ja, de eerste opname was een beetje mislukt. Dus vandaar dat deze zo laat geüpload is op een donderdag. Ja, niet deze aflevering, deze is maakt niet uit. Maar ik heb dus in het weekend heb ik een stream gepland. En ben ik dus van plan om te gaan streamen. Mario Kart 8 ga ik streamen, gezellig met iedereen. Ter ere van dat morgen komt de 100ste part geloof ik van, tenminste zover dat ik weet. Wat er in die 100ste part gaat, dat zien we morgen. Dus, dat is dus eigenlijk een beetje de bedoeling van dit weekend. Dus wat ik dan denk dat ik ga doen, is sowieso eerst even laten zien wat hier te doen is. En dan between afleveringen van maandag en nu dan tot ik heel eventjes warm dat hij dat heeft geleerd. Dus, waar zijn we?
Ik denk dat dit het Noordergate is, de Noordgate. Het is onder de mist en het ligt tussen Alexandria en Bermusia. Ik denk dat het Melda Arch heet of zoiets. Ik bedoel serieus, hij is mijn karakter en hij snapt dat nog niet eens. Deze voetsporen zijn nog vers. En ik zie rook in de verte. Die vlag, dat is Alexandria's oorlogsvlag. Hoe durven ze deze misdaden in de naam van Alexandria te doen? Ik wil graag degene die dit heeft gedaan straffen en arresteren als de... als de omstandigheden niet zo waren zoals dat ze nu zijn, want ik moet de prinses op dit moment beschermen. Oh god. Laten we hier weggaan. Nou, de reden waarom dat ik dit heel eventjes laat zien... de grot ligt links van deze arch, dus laten we gewoon de muur volgen en dan komen we er vanuit. Nou, ik heb jullie al laten zien waar dat die zit, maar dit wil ik heel eventjes laten zien. Sowieso kun je hier een gratis, volgens mij een gratis eidrop. Ja, een opname is fout gegaan, zo ken ik het ook. En hier zit een hele cutscene. Nou ja, niet echt een cutscene, er zit hier een vrouw achter de deur en die kan alleen maar helpen door medicijnen te verkopen. En het enige wat ze verkoopt is potions, wat je op dit moment absoluut niet nodig hebt, omdat je Garnet bij je hebt die dus zeg maar non-stop kan healen. Dus waarom zou je het willen hebben? Ik hoef het niet. Dus ik denk, ja, ik denk dat ik jullie nog heel eventjes meeneem richting de Ice Cavern. En genoeg met die random encounters. Ik ben er klaar mee. Nou, wat ik wil doen is, ik wil heel eventjes hier al voor de Ice Cavern gaan staan. Ik ga hier heel eventjes dus farmen, totdat ik die nieuwe helm kan equippen voor Leroy. En ik hoop jullie dan maandag natuurlijk te zien bij de volgende aflevering. Niet te vergeten dus, morgen gaan we livestreamen Mario Kart 8 op mijn kanaal van Twitch. Link staat in de beschrijving. En morgen komt er ook een hele leuke aflevering van de Towler. Hou dat ook in de gaten als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En heb je nog vragen over deze aflevering? Laat het weten natuurlijk in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar ook nog de tijd voor hebt. Ik vraag heel veel van jullie tijd. Maar als jullie daar de tijd voor hebben, dit is eigen keus. Want... dat support ik maar al te goed. En ik hou van deze muziek. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie morgen dan te zien bij de livestream. Maandag. Gaan we dus verder. En dan gaan we naar de Ice Cavern. Dus ik zie jullie dan. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei.